Ik moet dit in groot hebben. Ja, eeuw. Jongens. Dit wordt heel leuk. Ik kreeg een tip van een van jullie. Dankjewel. Voor een sale van een verkleed verhuurbedrijf. Kledingverhuurbedrijf. Het is 3 zaterdagen en ik was daar met Richie in de buurt. Het was in het Gooi. Ik had hooikoort. Ik was met Sydney en Richie. Ik ben heel even binnen geweest en ik zag allemaal hele mooie dingen. Toen heb ik gebeld, want de sale was inmiddels dus voorbij. Het stond op hun Instagram en toen zei ze, je mag nog een keer langskomen. En voorlopig is die sale er ook waarschijnlijk nog wel. Er was nog heel veel kleding over en ze zei, ja, ik ga gewoon nog door. Het hangt hier nog. Dus ik zal straks even vragen voor jullie wanneer ze nog open zijn voor deze sale. Maar ik ga nu met Brit een uurtje spitten in allemaal jaren 80, 90, volgens mij zelfs 70 ook. Vintage kleding of verkleed kleding. Ja, verkleed kleding, hoe noemen we dat nou? Kostuums en zo. Ja, ik ga jullie meenemen. Ik mag filmen. Ik heb het gevraagd aan de telefoon. Dan laat ik dan daarna ook meteen zien wat ik de vorige keer heb gekocht. Dan heb je een beetje context waar het vandaan komt. Brit was bij mij toen ik die vrouw belde. Dus die zei, oh, ik wil wel mee. Toen heb ik Daphne nog gevraagd. Daphne had mij toen getipt voor de estate sale. Want ik dacht, dan kan ik return the favor. Maar die kon helaas niet. Dus ik ga sowieso even vragen wanneer ze nog meer open zijn voor jullie en voor Daphne en voor iedereen natuurlijk. Gewoon en voor deze mensen ook natuurlijk leuk. Kijken of Brit er al is. Hier is het. Ja, de brandlicht, gelukkig. Ik ga alvast naar binnen. Die sale? Ja, in principe heb ik nu voor 11 mei. Wil ik weer aankomen? Oh ja. En een maand later weer. Oh, goed. Dus je mag het delen hoor. Ik ben heel graag zelf. Ja. Want ik bedoel, er is nog genoeg over. Ik deel dan gewoon jullie Instagram. Want ja. Dan kan jij ze zelf updaten, ja, over precies. Als er nog eentje komt. Ja. Want ik zei, ik film nu. Ik zei van dat jij, zolang dit er is, het gewoon wel af en toe opengooit voor mensen, ja, om te kopen. Ja, oké. Okay. Ja. Ik had dus ook zoiets van, oh, ik wil even bij die accessoires kijken, want daar heb ik de vorige keer helemaal niet gekeken. Allemaal natuurlijk heel leuk. En ik zag deze schoenen al. Er komen twee mensen van maken. Deze zijn ook cool. Dat zij een beetje op meer kijken uit de toekomst. Nou, dus als iets van een boer of zo kan je. Is dit iets met die steentjes? Casual, weet je wel. En dit? Een bakje met allemaal clips. Ja, kijk, ja, super vet, man. Ja. Dit is dus allemaal te koop. En hierachter, dit verhuurt ze. Dus dit is niet te koop. Het zijn dus echt heel veel rekken wel te koop. Dus ik ga hier nu even tussen spitten. Ja, dit is verkleedkleding. Maar ik zag hier al een soort van Yamamoto jurk. Nee, alleen de stof was wrinkled. Ja, dus dit is verkleedkleding. Dan kun je natuurlijk altijd ook wat vinden. Maar ik ga nu even naar deze rekken. En hier hangt het dus op korte mouwen tops. En blouses. Bolero's. Dus alles hangt gesorteerd. Dit is Shayla de Vries. Ja, want hier heb ik dus een blazer van gekocht. En dit is een heel mooi kort jasje. Maar is heel klein. Maar hele mooie stof. Ja, waar ga ik beginnen, hè? Iets van zilver of zo. Kijk. Brit is er. Hallo! Zo verkoort je weg altijd. Waarom? Je wist toch dat het hier was? Ja, ik dacht dat je nou nog buiten was of hier. Nee, ja, ik dacht, ben jij nou al binnen? Want ik was precies om 30. Nou, maar kijk, dit is allemaal wat dus nog wordt verhuurd. Ja. Maar dit is dus verkocht. Allemaal wat wij mogen kopen. Oh, die kinderding ook. Ja, ik heb deze voor Sydney gekocht. En het staat zo cute. God. Dit is dus echt zo'n pro ballerina ding. Maar dat is wel echt leuk. Ja, dit is heel leuk. Ja, en daar op de, kijk, je ziet dus elke keer de kleur. En dus 2,50, 5 euro, 10 euro, 15 euro. Kijk, dit zijn de prijzen. Oh ja, hoe lang ben je er al? Twee minuten. Oh. Ja. Eindelijk. Kijk, maar deze zijde. Ja. Dit jasje. En dan heel mooi van dat ruwe zijde. Geweldig. Ja, dit is
Ja, jaren 80. Ja. Ja, kijk, en het hangt dus echt op jurken met korte mouwjurk, met lange mouwen, rokjes. Oh, die is ook mooi. Ja, ik wil wel gewoon een normale jurk, denk ik. Tenminste, een normale, een lange. Kijk, deze rok kwamen we nog tegen. Dit ben ik. Hier heb ik deze, heb ik al. Welke maat heb jij dan? Hey, is toch geweldig, Brit? Ja. Dat is wel mooi hoor. Hey. Ja. Dat dit ook nog heel lekker zit, dat je een soort van support hebt op je vreef. Ja. Zijn die perfecte staan? Wij zijn heel druk alweer. Leuk dit toch? Ik heb net gevraagd, ik ga iedereen gewoon naar haar Instagram doorverwijzen. Instagram, want ze gaat gewoon nog door met deze verkoop. Dus iedereen kan hier naartoe. Ja, dit is te klein voor mij. Het is een heel klein tailletje. Zal ik hem even passen? Ja, wel passen. Ik vind die print wel echt heel cool. Hou hem gewoon even bij jouw stijl. Hier, ik hang jouw dingetjes hier. Oh ja. Oké, ik heb wel even een beetje overkill. Waar moet ik beginnen? Ja, nou, dit is verkleedkleding. Ik ben hier net doorheen gegaan en ik zie niks. Het zijn echt vet zoets en weet ik wat allemaal. Dit mag niet. Dus ik zou als jij was gewoon hier beginnen. Dan doe je die, dan doe je die. Ja. En ik, als ik ga, kan jij blijven, hè? Ja, ik ga blijven gewoon zolang jij hier bent, hoor. Oké. Ja. Zit niet altijd, had het hier wel leuk hoor, de vorige keer. Die zag van alles met Richie, maar ik voelde natuurlijk wel tijdsdruk. Kijk, dit is een heel mooi jasje, die ga ik even passen, of ik hem pas. Frans Molenaar. Ik heb de laatste tijd best wel veel meer gekocht. Is dit zijn signature fit? Zo, Frans Molenaar had toch van die sjaal, of hoe noem je dit? Van die cape. Oh, ik vind het wel mooi. Ja, hè? Ja. Ja, met een rok. Dat is toch geweldig? Ja, mooi. Die kleur vind ik geweldig. Wat zie je? Ja, dit. Dat is wel heel luxe. Maar die kleur. Oh, ik nee, ja, dit materiaal en die kleur. Geweldig. Ja, ik vind het echt mooi. Oh, wat leuk. Ja, ik dacht, heb ik nou alles gepakt? Maar ik kon lang niet alles bekijken toen, dus nee. Een heel mooie jurk die ik de vorige keer ook zag, maar die ik niet pas. Heel mooi transparant. En zie je nog iets? Leuk hier toch, Brit? Ja. 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 Ja, maar je gaat hier wel failliet hoor. Ja. Ik kom hier echt... Te klein? Ja, of moet ik die domme trui uitdoen? Ja, je kan ook niet met zo'n 6x XL trui. Oh, dit is ook gewoon... Zo cute. Ja. Oh. Die is wel echt leuk. Oh, wil jij die? Want dit is een medium. Ja, die is wel echt leuk. Ja, hier. Maar dan word ik brood, maar dan moet je wel aan doen als ik jou zie. Ja. Dat geluidje. Maar dan hoor je me wel aankomen. Ja. Oh ja, dit past wel. Ik dacht al. Oh ja. Kijk. Ja, oh. Er zit wel een klein gaatje hier op je schouder. Maar ik weet niet, dat kan jij misschien wel fixen. Oh. Maar dit... Wat is dit voor enigs? Theatrale vintage is dit gewoon, hè? Wat vind jij van dit? Die structuur mooi. Heel mooi. En die knopen? Prachtige stof. Ja, dit moet jij doen. Ja. Is chic. Oké. Okay. Ik ga even bij de spiegel kijken met dit. Ja. Oh. Die is tof, hè? Met een rok, denk ik? Of is het een broek? Nee, een jurk. Dus het is hier met straps, met onderjurk. En dan vanaf de taille wordt het een rok. Oh, Brit. Ja. Ik moet het even, oké. Ja, en ik had nog deze gezien. Bomber. Ja. Ja, ik weet alleen niet of die kleurcombo echt aan gaat doen. Ik dacht al, moet ik nou nog een keer gaan? Want ik dacht, ja, misschien heb ik alles al gepakt, gezien. Ja. Katoen met goud bedrukt. Ik twijfel of ik dit aan ga doen. Om bij al mijn vintage outfits te gaan. Dit is leuk. Ik kijk al maanden naar deze shoes. Ik denk, ja, ik heb ze niet nodig. Want ik heb deze. Maar ja, ik heb ze wel nodig. Ja. You hate them or you love them. Een wedge dus. Met een beetje vierkante neus. Met harde lijnen erin. En het lijkt me dus heel mooi bij jurken. Ze waren nu afgeprijsd, dacht ik, ja,
ik doe het. Ik heb ook nog nieuwe sandalen. Hier. Die ga ik even laten zien als de try-on doen met mijn nieuwe outfit. Want die sandalen heb ik gevonden en die denk ik dus dat ik de hele zomer ga aandoen bij elke outfit. Ook heel lang naar gezocht. Ik kon maar niks vinden wat... Oh, het zit lekker. Ze vallen groot, maar misschien is dat goed. Dat je natuurlijk niet tegen de voorkant aan wil zitten. Het zijn dus sandalen die ook moeilijk te vinden waren, zeg maar. Een model wat ik dus cool vind bij alles staan. 42. En ze hebben ook nog Converse met een hak. Echt een hak los, zeg maar. Maar toen dacht ik, ja, ik ben meer wedged. Oh, ze zitten heerlijk. Dit kan dus met die hele lange broeken allemaal. Ook weer zo cool. Ze zijn echt veel te ruim bij de teen. Maar ik denk dus dat ze daardoor lekker zitten. Hoe staat dit met een korte broek? Even mijn broek omhoog. Ja, van voren. Voren denk ik ja. Zijkant denk ik ook ja. Ja. Ik zou bijna denken, ik moet één maat kleiner hebben. Lijkt me dat. Ja? They're like the really Richie likes them. Yeah, they're heaps nice. Yeah. I was a bit confused when I was even looking at to begin with. I was like, what the fuck are these? But then I'm like, why, hold on, I don't dislike anything about them. They're actually heaps cool. Yeah. Exactly. They're solid, yeah. Confusing, stylish, and full of character. I love them. Thanks. But I'll tell you if they were shit. Thanks, Moppy. Okay. Yeah, you would. You would. I would. It took him a second. He said, hey, what's this? And now he's like, hey, nothing's wrong with them. They're good. Nou, jullie gaan die schoenen en mijn sandalen dus zien bij alle waanzinnige designer vintage theaterkleding. En dat is dit hele verhaal. Dit... Even, ik kan hier niet over uit, die Frans Molenaar, deze kleur. En dit is een zijde blazer met gilet. Dat kwam ik daarna nog tegen, dacht ik, oh my god, pas ik deze rok? Is dit te klein? Ik denk te klein, even proberen. Dan heb ik meteen even rok voorbij mijn schoenen, want ik zit altijd met, wat past nou? Nieuw roklaars zijn natuurlijk leuk. Bij tuttige mantelpakjes, die dus heel cool zijn door de fit en de kleur, is het gewoon leuk om... schoenen te hebben die stoer zijn en uitleggen wie ik ben. Oh ja, ja. Dus bij zo'n mantelpakje zou ik bijvoorbeeld wel kunnen. Dat je denkt, hè? Ja. Ja. Ja, nou, ik ben dus met Britt naar die theaterverkoop geweest en het is te veel om in één vlog te proppen. Veel te veel. Ik ga nu een aantal dingen laten zien en in de volgende vlogs de rest. Ik ga nu dit laten zien, want dit is wat je in het stukje in het theater Sil hebt gezien. En dit, ja, dit allemaal in de volgende vlog of vlogs, inclusief mijn nieuwe sandalen. Die horen hier heel erg bij. Dus ik ga nu beginnen. Allereerst dit pakje. Hele lekkere lengte is dit. Echt zo'n 60s lengte. Dit jasje heb ik nu al 3 keer aangehad. Tussen dat ik met Britt daar was en nu. En dat is minder dan een week. En ik had hem bijna laten hangen. En dat vertelde ik ook aan Britt. Ik was daar toen met Richie. En op dat moment kan je gewoon geen inschatting maken van... is 15 euro veel weinig? En als je dan nu zo eruit stapt en denkt... ja, dat is heel weinig voor zulke goede kwaliteit kleding. Dus met Britt dacht ik... als me dat weer gebeurt dat ik twijfel, neem ik het wel mee. Dus... ik heb deze meegenomen en meteen al. Vanochtend had ik hem hier overheen aan. Ik was naar een afspraak. In het weekend had ik hem al aan. En ik ging even boodschappen doen. Het is gewoon zo'n heerlijk wolletje. Ik ga hem nu even hierover doen. Dat je ziet wat ik bedoel. Ik heb trouwens een video ook. Die kan ik hier ook nog wel even inplakken. Dat is een video die ik naar mijn zus stuur. Dus verder wordt hij niks leuks gezegd. Kijk, het is zo'n heel makkelijk
wollen blazertje. En misschien, ik heb die rok dus nog niet aangehad, dat ga ik dus nu met jullie doen, is dat pak ook heel erg leuk. Met een panty ook in deze kleur. En dan met laarzen of dus die high top wedges. Alleen, ik weet bijna zeker dat dit niet mijn kleur is. Dus, hoe mooi ik die kleur ook vind, ik denk dus niet dat dit mijn kleur is, maar dat weerhoudt mij niet. Ik ga hem toch aandoen en met zo'n hoed capuchon in een kleur valt het ook niet zo op. Maar ik ga hem nu even aantrekken voor jullie zonder laag eronder. Ik heb de knopen allemaal opnieuw vastgezet, want er viel er één af. En dat vond ik zonde, want dit zijn echt... De knopen maken een heel deel van het jasje. Net als die afwerking hier. En dat die doorgestikt is. For no reason. Dit is gewoon decoratief. Het is van Made in France, Paris, Stuttgart en Milano. De buitenstof, dus de shell, is virgin wool. De voering is polyamide. Scheerwol wordt virgin wool naar vertaald. €15. Ja, die knopen wil je dus echt niet verliezen. Want die maken dit pakje, vind ik. Niet helemaal rond. Marmerachtig. Er zit geen rits in. Oh, lekker! Oh! Het is zo'n pakje wat ik dacht. Ik vind het een beetje, hoe heet die serie? Madman of zo? Ik zie nu deze. Denk je, oh leuk, is ook zo. Maar om deze kleur te vervrolijken, doe ik deze aan. Die ook high top zijn. Ik vind dat je dat nodig hebt bij deze lengte. Dus rok, broek, 7/8. Het zit echt als een joggingpak. Zo lekker. Oh ja. Oh, ja. Ik vind dus deze lengte met deze lengte heel mooi werken. En het zit dus heerlijk. Het zit losjes, maar het blijft wel hangen. En geen strakke taaieband. Het is gewoon zo, je gaat er gewoon zo heel makkelijk in. Dit pak, jullie hebben ze los van elkaar al gezien, maar ik ga het nu even over elkaar aantrekken. Kijk, het leek me leuk om dat dan met fluo geel te doen. En roze. Deze jas is heel zwaar, omdat er dus meters en meters stof in zitten. Zie je, dus bijna een cirkel aan stof. En beeldschone schouders. Dat zag ik al toen ik hem daar aan had. Maar dit, hoe dit er zo in zit, het niveau van afwerken, stikken, is natuurlijk ook allemaal top of the bill. Wat is dit voor materiaal? Kon ik niet vinden. Nee, ik kon niet vinden wat voor materiaal het was. Wat een master in fit en patroon. Dus ja, en natuurlijk materiaal. Alles hieraan is prachtig. Heel blij met dit pak. Kleur ook. Ook als je zo eventjes beweegt, zo omdraait. Wat hier dan gebeurt. Oh, heel erg mooi. En nu komt er ook weer iets heel moois. Ik vind dit geweldige stof. Omdat het heel veel stand heeft en heel licht is. Ik zag natuurlijk meteen al van, hey, hier zit een hele mooie cuff aan. Dit is met de hand aangezet. Met een mooie plooi afgewerkt. Transparante organza. Sluiting beklede knoop. Geen merkje zie ik. Hij was rood. Dit pak was trouwens 15. En deze was... Ik zet het even in beeld. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Ik denk 5. Maar gewoon... Dit is zo mooi. Zo mooi in elkaar gezet. En hier zit dan een hele grote plooi achter. En... Hier zit een gaatje. Hier zit een klein gaatje. Dus ik dacht of... Ik zet hem zo vast. Dan maak ik die kop van die mouw dus ietsje minder hoog. Dat kan gevolgen hebben die niet goed zijn. Dus ik ga hem eerst even aantrekken en dan beslis ik dat pas. En hij heeft een vlek. Dit moet even goed gewassen worden. En dan hoop ik dat het eruit gaat. Maar dat zal ik jullie dan nog laten weten. Even voor de liefhebber. Kijk. Dit ding. Ja? Dit is zo mijn smaak. Oh, ook hoe die volume hier vanuit die nek komt. Het gaat niet helemaal goed met zo'n t-shirt eronder. Ik vind dit niet mooi. Eigenlijk moet het even... Een jersey moet daaronder. Kijk.
Dus dat dit of een longsleeve. Oh, die mouwen. Een longsleeve of een jersey. Maar die drama. Drama van deze cuffs. Oh, zo mooi. Kijk. Hier zit een plooi. Waardoor er dus hier volume komt. Meer stof. Hier zit het gaatje. Dus ik kan hem denk ik wel zo vastzetten. Dat je het dan niet ziet. Want het gaatje valt wel echt op. Omdat er dus, ja, afhankelijk van wat eronder zit natuurlijk. Maar die kleur dan veel lichter wordt. Ik ga dit even maken. En dan is dit iets wat ik heel graag draag. Omdat het dus licht en comfy is. En het laatste voor vandaag. Ik voelde het. Toen dacht ik, is dit nu gewoon een witte blazer? En toen keek ik. En het is 100% silk. Betty Barclay. Ken ik niet. Misschien kennen jullie dit merk. Let me know. En er hoort dus een gilet onder. Ja, volgens mij gaat dat heel chic staan. Helaas zit het gilet hieronder zit te strak. Dus daarom zit dit nu een beetje geplet. Maar de blazer zit wel heel goed. Echt heel erg mooi. Ik vind het moeilijk om er doorheen te kijken. Dus ik ga even de gilet uitdoen. En dan kijken hoe die blazer staat. Ja, die zit heel erg goed. Makkelijk, pas makkelijk zeg maar. Ik vind deze schouder mooi. Want hij steekt ietsje buiten mijn eigen schouder uit. Op beeld waarschijnlijk vrij sober, maar in materiaal en pasvorm en hoe het voelt, echt prachtig. Ik zou nog even de stof van dichtbij laten zien. Ik hoop dat jullie zien hoe prachtig mooi deze stof is. Ik ga deze vlog nu afsluiten. Je ziet nog veel meer designer, vintage, theaterstuks in de volgende vlogs. Leuk dat jullie hebben gekeken. Tot de volgende! Thank you.